Coming out as slow as you can. Toch eigenlijk nog steeds een raadsel. Dat zijn eigenlijk vragen die moet je aan Tom Walkinshaw stellen. En ik kan daar tot op de dag van vandaag nog steeds geen duidelijk antwoord op geven. Kijk, Formule 1 is een hele gecompliceerde materie. En er spelen dus heel veel dingen achter de schermen. Er zijn dubbele agenda's. Maar ik weet daar absoluut geen duidelijk antwoord op. Ik ken jou als een man die zegt afspraak is afspraak. Ben je gekrenkt? Heb je Ja, ik vind het niet oké. Ja, ik bedoel, je hebt afspraken gemaakt en dat zijn geen loze beloftes of een handje schudden of een vage toezegging. We hebben gewoon duidelijk een stuk papier met een handtekening eronder. En dat wordt zelfs nog bevestigd door het team in juni, 23 juni volgens mij. Ja, en als daar dan op terug wordt gekomen, dan is dat natuurlijk zeer teleurstellend. Is er heel veel contact geweest de laatste tijd niet, want waar rook is vuur, dat weet je wel, de naam Francis circuleerde al een tijdje, Prost ging failliet, had er wel degelijk mee te maken. Hebben jullie contact gehad in de aanloopperiode of helemaal niet? Nou, kijk, niet echt natuurlijk. Jos spreekt natuurlijk met de mensen van het team, Jos spreekt met Tom. Het heeft niet zoveel zin, want wij gaan toch niet echt af op geruchten en op vage verhalen. Dus wij wachten gewoon wat er komen gaat en daarbij waren we in de positie dat wij, en dat heb ik al verschillende keren gezegd en herhaald, en bij deze dus wederom. Ja, alles juridisch wat je op papier moet hebben, hebben we op papier. Dus wij hadden niets meer te eisen. We kunnen moeilijk gaan vragen of Tom het ook nog eens een keer voor ons wil gaan zingen, wat we hebben afgesproken. Dus ja, klaar. Stel, jij bent teambaas en jij hebt deze keus. Heeft Walkinshaw in zijn optiek de juiste keus gemaakt? Dat weet ik niet. Ik ga niet in de positie me verplaatsen van Tom Walkinshaw. In mijn optiek kan je me vragen. En dan zeg ik, nee, dan heeft hij natuurlijk niet de juiste keuze gemaakt. Want dan had hij zich eerder moeten bedenken. Hij heeft Jos door die optie op te nemen meer dan een half jaar van de rijdersmarkt gehouden. Dat vind ik ronduit kwalijk. Als je dan niet met iemand doorgaat. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Is het nu zo dat dit slecht is voor de sport? Vind jij het slecht voor de sport? Ik geloof overal waar dus negatieve energie om de hoek komt kijken, en dat is natuurlijk zeker aan de hand, is slecht voor het milieu waar je in bezig bent. Dus ook slecht voor de sport, dus ook slecht voor de autosport. Ik denk dat het in ieder geval niet zal bijdragen aan het een en ander in positieve zin. Kunnen de Formule 1 liefhebbers het team van Arrows nu nog serieus nemen eigenlijk? Als ik er naar kijk, als ik Walkinshaw geweest was, had ik er alles aan gedaan om en Jos en Frent in die auto te krijgen. Ja, maar nogmaals, ik ken de agenda van Tom Walkinshaw niet. Ik ken mijn agenda en in mijn agenda staan punten die duidelijk zijn overeengekomen met Tom. En that's it. Ik bedoel, wat Tom voor de rest achter de schermen voor ideeën heeft en belangen heeft, ik zou het echt niet weten. Je gaat al een tijdje mee in dit wereldje. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Ja, van Walkinshaw. Nee. Van Walkinshaw weet het. Hou je dat hij achterhoofd als je een deal maakt met zo'n man of niet? Nee, ik loop nu 20 jaar mee in de Formule 1 racerij en ik heb het van alle invalshoeken bekeken. Ik heb het via alle disciplines heb ik ermee te maken gehad, van zelf racen tot en met adviseren tot het managen van Jos. Maar dit is redelijk nieuw voor mij. Ja, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik roep net dat je in je agenda allerlei dingen hebt staan. Staan daar inmiddels ook juridische afspraken in? Althans, zijn jullie juridisch aan het beraden wat je hiermee moet? Absoluut. Kijk, dit gaat natuurlijk zeker een juridisch staartje krijgen. Dat mag duidelijk zijn. En ik heb natuurlijk ook de afgelopen weken niet stilgezeten. Want nogmaals, ik ben misschien wel slechthorend. Maar ik ben niet helemaal doof en zeker niet blind. Dus ik zie wat er allemaal gebeurt. En waar ook is vuur. Dus ik heb natuurlijk al wat preventieve maatregelen genomen, ja. En we gaan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Als we nu onze agenda's pakken, we zetten een punt, ik noem maar wat, 15 juni. Wat dan? Nou ja, dan, dan zijn we 6 maanden verder. Ik ben zeker niet negatief gestemd. Kijk, één ding, ondanks al deze perikelen, is Jos Verstappen niet zijn rijtalent en zijn raceervaring verloren. Want Jos Verstappen is toch in het Formule 1 wereldje een naam
die zo langzamerhand echt wel de moeite waard is om af en toe te laten vallen. En dat merken we dus ook. Dus we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wat voor ons natuurlijk een heel groot probleem is, je hebt het net al aangehaald. We hebben maandenlang vastgezeten tussen aanhalingstekens en voor ons zitten we er nog steeds aan vast, aan een contract met Arrows. En ja, de andere teambazen die hebben natuurlijk op een gegeven moment toch een keuzes moeten maken. Nou, daar viel Jos niet bij, want ja, die zit vast in Arrows. Dus we moeten nu gaan schuiven en dat zal niet meevallen. Kijk, het is natuurlijk toch een heel groot probleem dat het seizoen begint over 2-3 weken. Ja, en ja, om dan nog even snel ergens tussen te draaien, dat zal niet meevallen. Hoe gaat zo'n telefoongesprek gisteren met Jos in de ochtend? Zoiets komt naar voren voordat jullie nog gebeld waren, heb ik begrepen. Er was al eerder een persbericht en toen wisten jullie officieel nog van niks. Ja. Hoe gaat zo'n gesprek tussen jou en Jos? Zit u dan over en weer te voeteren? Roept hij tegen jou, je hebt je werk niet goed gedaan? Nee, want kijk, Jos weet exact wat er speelt. Die kent alle ins en outs, die kent alle details. Kijk, want ik doe wel alle zakelijke beslommeringen rondom hem, maar hij weet natuurlijk wel de grote lijnen en weet ook wat er speelt. En hij luistert natuurlijk ook wat er bij het team allemaal wordt verteld. Dus ik kan zeggen dat zo'n gesprek eigenlijk een tendens is van ja, heel teleurstellend. We hadden altijd gedacht van, nou, misschien gaat hij toch tot 11:55 overstag. En dat betekent dat hij toch zich gewoon aan de juridisch contractueel gemaakte afspraken gaat houden. Nou, blijkbaar niet. Ja, en dan is het toch nog steeds weer een domper. En jouw vriendschap met Jos, want naast zakelijk zijn jullie... Nee, die komt daar niet door in. Nee. We gaan al 10 jaar met elkaar om. En we hebben, ik durf haast te zeggen, best nog wel eens voor hetere vuren gestaan. En je hebt het ook wel in de afgelopen jaren gezien. Iedereen dacht van, Jos is weg van venster. Zoals ze dat zo mooi in Duits zeggen. Maar elke keer een leuke woordspeling, ja. Maar elke keer is hij dan toch weer terug in de auto. En ja, ik ben wat dat betreft zeker niet pessimistisch gestemd. Ja, er zullen nu fans zat thuis zitten die zeggen, oké, het is over, voorbij. Gelijk? Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Hoewel, anderzijds, als je ziet wat er op dit moment op de internetsite van www.verstappen.nl gebeurt, met bezoekersaantallen van over de 140.000-150.000 mensen die elke dag zitten kijken, dan zie je toch dat de belangstelling, de populariteit enorm is. En dat je daar ook op reacties ziet dat de mensen over het algemeen positief zijn en echt wel het gevoel hebben van dat Jos voor het eind van het seizoen wel weer in een auto race tijdens een Grand Prix. En ik deel toch wel een beetje hun mening. Ik ben zeker niet negatief gestemd. Je zit niet stil, neem ik aan. Nee, zeker niet. Het is de afgelopen dagen, zeker sinds het persbericht van Arrows is uitgekomen, natuurlijk ontzettend hectisch geworden. En nog steeds. En ik ben er best heel druk mee. Maar we zijn denk ik redelijk productief bezig. Dankjewel dat je hier even geweest bent. Okay. Gisteravond was ik bij Jos. En ook hem de microfoon onder de neus gedouwd. Want ja, we willen natuurlijk ook van de man zelf weten hoe hij erover denkt. Kijk, luister en huiver. Jos, ik denk dat 7 februari 2002 voorlopig nog wel een tijdje in jouw geheugen gegrift staat. Ja, nou zeker. Het is zeker een hele vervelende mededeling wat er vandaag gedaan is. Hoe kreeg je te horen? Wanneer gebeurde dat? Even over 9 kwam er ineens een persbericht. Waren jullie toen op de hoogte? Nee. We hebben zelfs het persbericht van iemand anders moeten krijgen. Wij stonden al niet meer op de lijst om een persbericht te krijgen. Niemand van ons heeft het gekregen. Dus we kregen het direct toegestuurd van een vriend van ons. Ik heb het ook direct doorgestuurd naar Ramon en Huub. En een uurtje later heeft Tom me gebeld. Maar dat duurde 10 seconden en het gesprek was over. Ik beleef dat hij had hier in ieder geval nog wel dan? Ja, dat had hij wel. Maar ik had hem vorige week nog aan de lijn en dat had hij dan versproken dat hij mij in ieder geval ging bellen wat er ging gaan gebeuren. Wat roept hij op zo'n moment? Zegt hij dan beleefde dingen of is hij puur zakelijk en hard? Ja, heel, heel zakelijk. En, maar dit heeft niks met zakelijkheid te maken. Ik bedoel, als je zakelijk bent, dan kom je het contract gewoon na. Maar dit is gewoon, dit gaan ze het onmogelijke. Een donderslag en helder hemel was het uiteindelijk niet. Die geruchten waren er al heel lang. Wat doet dat met je als sporter? Want ik kan me voorstellen dat je, alles in jou ga je ervan uit dat je in Australië gewoon gaat proberen hard te rijden. Nou ja, kijk, we weten wat de afspraak is tussen het team en mij. We hebben een contract. Daar ga je vanuit. Dus je bereidt jezelf ook zo goed mogelijk voor. Ik ben
zeg maar nu een week of zes keihard aan het trainen om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Zeker als je niet in die auto hebt gezeten tot nu toe. En dan krijg je dit 3 weken voordat je moet vertrekken, krijg je dit te horen. Ja. En dit is, ik vind het gewoon heel onmenselijk. Dat kan gewoon niet. Het is ook in mijn ogen niet goed voor de sport dat zoiets kan gebeuren. Nou, hij heeft het wel vaker gedaan. Ben je dan boos op zo'n man? Ik bedoel, ja, ik ben zelf nog een impulsief ventje. Ik zou echt gewoon, ik zou heel kwaad zijn. Ja, niet voor me moeten staan vanmorgen, dat zeker niet. Dus, ja, je staat met de rug tegen de muur en je kan gewoon niks. Kijk, je denkt dat het allemaal in orde is vanwege het contract. En er staat ook niks in het contract waar ze het kunnen ontbinden, zeg maar. En toch gebeurt het. Ja, en dat, je kan hoog en laag springen, maar je kan er gewoon niks tegen doen. Als hij gewoon zegt van, ja, je zit niet in je auto, dan kan je niks. Natuurlijk gaan wij ons beraden met de mensen in Engeland, met de advocaten, wat de volgende stappen zijn tegen Arrows. Betekent dat dan eigenlijk ook dat je vanaf zomer meteen je blik weer verruimt? Dat je meteen met Huub belt en kijkt waar er nog andere mogelijkheden liggen? Of kan dat niet, omdat je feitelijk nog steeds aan het contract zit, of niet? Nou ja, hij heeft via het persbericht laten weten dat het contract ontbonden is. Dus die samenwerking is er zeker niet meer. En natuurlijk zit ik met Huub constant te praten met wat gaan we nu doen. Er zijn bepaalde mogelijkheden waar we verder niet echt op in kunnen gaan natuurlijk. Maar ja, ik denk best dat we nog aan de slag komen. Waarschijnlijk dit jaar ook nog. Maar het is een moeilijke situatie op dit moment. Ben je nou klaar met die man? Heb je dan zoiets van, al komt hij overmorgen toch met een verhaal dat je kan rijden, ik doe het niet meer nu gewoon. Want in de 96 beloofde hij dat hij in 97 kon rijden, toen kwam Damon Hill. Het is niet de chicste manier waarop hij het doet. Nee, daar staat hij ook voor bekend. Hij heeft het bij meerdere mensen gedaan. Alleen daar weet je natuurlijk niet wat er allemaal afgesproken is en wel of niet. Als ik dan naar mezelf kijk, ja, dan ben ik helemaal klaar met die man. En we zullen ons nog vaak zien, maar dan niet op het circuit. En zeker ergens in Engeland, in Londen waarschijnlijk. Maar ik wil verder helemaal niks meer met die man te maken hebben. Waar ligt je toekomst? Ik bedoel, zonder dat je dingen kan noemen. Ik kan me voorstellen persoonlijk. Officieel zoeken ze, hebben ze bij Toyota nog een echte testrijder nodig, die ervaring in snelheid. Er zijn verhalen geweest over dat je met Schumacher gesproken hebt met dingen. Moeten we voorzichtig in die hoek denken of ligt het heel ergens anders? Nou, ik denk wel dat we daar in die hoek moeten gaan denken natuurlijk. In december heb ik nog een aanbod afgeslagen van Ferrari om als testrijder. Toen zei ik ook van, het kan niet, want ik heb een contract met Arrows. Het gaat ook niet als je een contract hebt. En dan gebeurt er dit. En dan denk je van, ja, had ik dat toch maar met twee handen aangegrepen. En had ik toch bij een topteam binnen gezeten. We gaan verder. We moeten gewoon even de komende weken afwachten met wie we allemaal contact gaan hebben. En wie interesse heeft. Maar dat in zo'n klein wereldje spreekt zich dat natuurlijk heel snel rond. En het voordeel is dat ik toch bijna 100 Grand Prix erop heb zitten. Enorme veel ervaring. En ik denk toch nog snel genoeg. Lachen we erover straks, over een maand of drie? Ja, dat zei ik vandaag ook al tegen mijn vader. Ik zeg, ik hoop dat we daar binnen 3 maanden over kunnen lachen. En dan zeggen we van, maar goed dat dit gebeurd is. Dat hopen we. Maar we gaan nu in de slag om zo snel mogelijk iets anders te vinden. En laten we eerlijk zijn, Salo en De La Rosa zijn er niet veel slechter van geworden. Nee, daarom. En dan hopen we dat mij dat ook overkomt. Welkom terug bij het tweede deel van RTL Grand Prix. Straks nog het nieuws, maar we gaan nu eerst naar Italië. De Italianen waren weer in vervoering. Heel Maranello was uitgelopen, want de nieuwe auto van het Scuderia werd aan de pers voorgesteld. De vaknaam van de voiture is F2002. Onder het toezichtoog van de grote president Luca de Montezemolo kwamen de genodigden naar Maranello om daar te kijken naar de nieuwe Ferrari F2002. Alles bij elkaar, zo'n 350 genodigden. Toen het licht uit was, kwamen Michael Schumacher en Rubens Barrichello aanrijden in de Ferrari 575 Maranello. Het nieuwe straatparadepaardje van het stijgerende paard uit Italië. Ontspannen glimlach op het gezicht van Michael Schumacher. Verklaarde dat hij in ieder geval tevreden was met de nieuwe auto. Er is hard aan gewerkt. En wat zit er dan onder dat scarlakenrode doek? De machine waarin Rubens Barrichello en Michael Schumacher moeten gaan proberen om Ferrari hernieuwd wereldtitels te geven. Het zou voor Michael Schumacher zijn 5e wereldtitel worden.
Het meest opvallende detail van de auto zit aan de achterkant. Hoge sidepods die snel plat naar achteren lopen. En daarachter twee belangrijke uitlaten die omhoog komen. Zoals de oude Matra's het van vroeger ook hadden. De achterkant van de auto schijnt zo laag te zijn omdat ze daar die speciale versnellingsbak in gebouwd hebben. Het team heeft gezegd dat ze nu gaan proberen in de test te kijken of die betrouwbaar is. Blije gezichten alom en in de persconferentie na afloop hoort u Ross Brawn vertellen hoe ze dat nou doen, het testen van die nieuwe spullen. Well, the testing is with the old car, not the new car. We're starting to test the new car on Saturday, I hope. The drivers have been working very hard on tire testing, in particular with the old car. But as I mentioned, we have quite a lot of components that we're going to use in this season that have been fitted to the old car. For instance, the engine, the transmission, a number of areas we've been able to run the new car components, so the car we've been running in testing has been a hybrid of 2001 and 2002 parts. But we haven't run a 2002 car yet, we're running on Saturday. Mooi detail zit aan de achterkant van die auto dus, die hoogopstaande uitlaten. Verder verrassend dat men gekozen heeft voor knalwitte bargeboards aan de zijkant van de cockpit. Rubens Barrichello, wat hij van de nieuwe auto vindt en wat hij het komend jaar gaat doen. I'm very excited that I improve every year. I think that's the only way of doing things. And I guess I'm feeling good. I'm just having a good testing so far. And you know, my targets are to improve. I mean, it's always Ferrari is there to let me do the job, and it's very clean that the car can be good, and I'll be improving. That's for sure. Tot slot regerend wereldkampioen Michael Schumacher. In deze auto zal hij dus moeten gaan proberen om zijn wereldtitel te verdedigen. Wat zijn zijn eerste gedachten als hij hem ziet? Obviously, when you see such a radical change, and with obviously the numbers we know, it makes you feeling good, because we know we have a very good existing car from previous years. Our testing times have been very good over the winter with the old car, and then we know that this car is supposed to go faster and not slower, and that makes obviously it gives a lot of confidence. Then we have to see. Aldus Michael Schumacher. Het is echter nog maar de vraag of ze die nieuwe auto ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Jean Todt verklaarde na afloop van de presentatie dat hij nog niet zeker is of ze met de nieuwe of met de oude auto gaan rijden. Wat gebeurde er verder deze week in de wereld van de Formule 1? Kortom, het nieuws. De naam van Greg Pollock wordt genoemd als mogelijke koper van het failliete Prost Grand Prix. De voormalig manager van Jacques Villeneuve en leider van British American Racing wordt in verband gebracht met het kopen van de spullen. Hij schijnt over te praten met de investeerders die nog in Prost geld hebben zitten. En het schijnt te gaan over het luttele bedrag van €800.000, wat relatief weinig is als je het hebt over de vrachtwagens, de auto's, de onderdelen en alle verdere spullen die daarbij horen. Het doel zou dan zijn van Greg Pollock om het team aan het einde van 2002 te verkopen. Renault heeft door laten schemeren dat ze aan het begin van 2003 een Renault Junior Formule 1 team willen gaan vormen. Belangrijk voor Prost zal zijn dat hij ongeveer nog een week heeft om zijn spulletjes weg te doen. Zo niet, dan zal het eindigen in een openbare verkoop. Wellicht dus Pollock weer terug aan het roer. De 54 jaar oude Steve Nichols verlaat Jaguar als technisch directeur. Dat is in Milton Keynes bekendgemaakt. Nichols werkte eerder voor McLaren, Brabham en Jordan Formule 1 voordat hij bij Jaguar terechtkwam. Hij is met onmiddellijke ingang weggegaan bij het team. Men was erachter gekomen dat de R3 nog niet bracht wat men ervan verwacht had. Een test in Barcelona werd zelfs afgeblazen omdat men aerodynamische aanpassingen moest doen aan de Jaguar R3. En hij wordt voorlopig vervangen door managing director Günther Steiner, die aan het eind van vorig jaar bij Jaguar kwam nadat hij eerst het Ford Wereldkampioenschaps Rally Team gerund had. Arrow's baas Tom Walkinshaw, die overigens weigerde voor de RTL-camera's te reageren op het ontslag van Jos Verstappen, heeft een rechtszaak verloren. En wel van Pedro Diniz. Aan het eind van het seizoen 98 ging Diniz weg bij Arrow's en ging naar Sauber. Hij had nog een contract voor 98 bij Arrow's, maar een rechtbank heeft hem nu in het gelijk gesteld. Sterker nog, Tom Walkinshaw moet hem nu geld betalen. En het gaat over €650.000. Walkinshaw zit dus wat dat betreft weer in de hoek waar de klappen vallen. De engineering directeur van het Renault-team, we hebben het over Pat Simons,
wordt genoemd voor een mogelijke overstap richting het team van Jordan. Er zijn bronnen die zelfs zeggen dat hij al over een contract gepraat heeft met Jordan. Renault-baas Flavio Briatore heeft gezegd, nee, ik wil hem heel graag houden. Simmons werd natuurlijk groot in 1994 bij het team van Benetton toen hij met Michael Schumacher de wereldtitel binnenhaalde. Hij is niet vrij om weg te gaan bij Renault. Natuurlijk willen we heel graag met hem blijven praten en we willen hem graag houden. Het is onduidelijk wat de positie van Simmons zou zijn bij het team van Jordan. Want de huidige technisch directeur Ekbal Hemedy zit daar pas sinds vorig jaar. De toekomst van Ekbal Hemedy zal uiteindelijk afhangen van het succes van de EJ12. Wat die dit jaar in het wereldkampioenschap gaat doen. De president van de FIA, de Fédération Internationale d'Automobile, Max Mosley, heeft afgelopen donderdag verklaard dat hij denkt dat het wereldkampioenschap Formule 1 klaar is om zich uit te breiden in Azië. Hij zegt, we willen graag wedstrijden gaan rijden in India, China en het Midden-Oosten. Ik denk dat we richting die kant moeten gaan. Het heeft natuurlijk ook te maken met het verbod op sigaretreclame wat er in Europa zit te komen. Hij heeft ook gepraat over Moskou, dat is een van de steden die nu heel snel op de Formule 1 kalender moet gaan komen. En Turkije als andere serieuze kandidaten. De onderzoeksrechter die het onderzoek doet naar de dood van Graham Beveridge vorig jaar tijdens de Grote Prijs van Australië in Melbourne heeft zijn oordeel geveld. Hij heeft gezegd dat de organisatoren schuldig zijn aan de dood van de marshal en dat ze die hadden kunnen voorkomen. De organisatoren van de Grand Prix wordt verweten dat ze al langer op de hoogte waren dat die gaten in die hekken zaten en dat er wat aan had moeten gebeuren. Het heeft echter geen gevolgen voor de Grote Prijs van Australië die gewoon doorgang kan vinden nu. Echter, de uitspraak van onderzoeksrechter Graham Johnstone heeft er nu wel voor gezorgd dat er extra gelet zal worden op de veiligheidsvoorzieningen tijdens de komende Grote Prijs van Australië, ronde 1 van het wereldkampioenschap van 2002. Minardi heeft de afgelopen week de shakedown gedaan met de Asiatec aangedreven Minardi PS02. De Maleisier Alex Young mocht het doen op het circuit van Imola in Italië. De auto heeft een hogere neus gekregen en is veel lichter dan de wagen ervoor. Het team zegt, we zijn nu veel verder dan een jaar geleden. En dat is op zich niet zo vreemd, omdat ze toen in 6 weken tijd 2 auto's moesten bouwen. Alex Young riep over de auto, die inmiddels al aan de eerste tests is onderworpen. Ik voel al dat hij veel beter is dan de auto van vorig jaar. We denken dit jaar een serieuze bedreiging te gaan vormen voor onder andere het team van Arrows. We hopen nu eindelijk dat Velbegeer de WK-punt binnen te slepen. En ze gaan ervan uit dat ze in de top 10 weten te eindigen bij het constructeurskampioenschap. Het Formule 1-team van Ferrari en bandenleverancier Bridgestone hebben hun samenwerking uitgebreid. Na het vertrek van McLaren richting Michelin hebben ze gedacht, we zullen samen moeten werken om sterker te zijn. Dat heeft erin geresulteerd dat Ferrari nu een officieel bandentestteam heeft. Luciano Berti doet daar de tests voor. En dat er ingenieurs van Bridgestone nu wonen in Maranello en werken in de fabriek van Ferrari. Tevens zijn er een aantal van de Ferrari-ingenieurs gaan werken en wonen in Japan. Zo hopen beide merken de wereldtitels veilig te stellen. Dan gaan we naar de belangrijkste testtijden van deze week, maar niet nadat we je verteld hebben dat er bijzonder veel ongelukken geweest zijn de afgelopen week. Felipe Massa schreef een Sauber af. Giancarlo Fisichella schreef een Jordan af. En vanmiddag ging Heinz-Harald Frentzen in Valencia vol onderuit toen de achtervleugel van de Arrows afbrak. Tevens heeft David Coulthard een koprol gemaakt op het circuit van Barcelona. Er gebeurt dus veel en teams testen de wagens tot de uiterste. Dit zijn de belangrijkste testtijden van Valencia. 19e langzaamste Enrique Bernoldi in de nieuwe Arrows. 4 seconden langzamer dan de snelste tijd. Daar vlak voor Alex Jong en Jarno Trulli. 16e Webber in de nieuwe Minardi, gevolgd door Alonso. Button, Gené, Anthony Davidson, Felipe Massa, Takuma Sato en Olivier Panis. 8e tijd voor Jacques Villeneuve in de WR. En 7e Heinz-Harald Frentzen in de nieuwe Arrows. 1.13.4. Niet slecht als je ziet wat Ralf Schumacher doet. Ook 13-4, zit maar een 100ste tussen. 5e Antonio Pizzonia. 4e Giancarlo Fisichella in de oude Jordan. 3e De La Rosa in de nieuwe Jaguar, 13-2. Dan Montoya in de Williams, 12-4-1. En snelste de afgelopen week is geweest Nick Heidfeld in de nieuwe Sauber. In de tijd van 1.12.4.0.4. Tot zover RTL Grand Prix voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer rond de klok van 10:50 op RTL 5. Wil je tot die tijd op de hoogte blijven, controleer dan RTL tekstpagina 320 of surf naar de autosportwebsite van Nederland, www.rtlgrandprix.nl.